Ja, staanhouding, bushalte Molenbuurt Noord. Goedendag, heren. Hey, u mag alle twee in ieder geval even uw joint uitmaken hier. En dan wil ik van alle drie graag even de legitimatie zien. U weet dat het niet mag gerookt worden, zeker hier niet gehangen als u niet met de bus meegaat. Ik wacht gewoon op mijn bus, ik kom net van werken. Oké. Dat ik niet mag roken, dat wist ik niet. Mocht hem even mij eruit halen. U weet ook dat er een bekeuring voor 90 euro op staat. Ik zeg net met mij dat ik niet weet dat ik hier niet mag roken, dus dan zal ik dan ook niet weten dat er een bekeuring op staat. Dus dan mag je wel roken in Amsterdam. In Amsterdam mag je ook niet roken in het openbaar vervoer of de voorzieningen daarvan. Hoe moet ik dat weten van Amsterdam? Ja, nou ja, u weet toch ook dat je geen diefstal mag plegen en dat staat er ook nergens geschreven, of wel? Nee, maar dat is iets heel anders, meneer. Dat kan je er niet mee vergelijken. Nou, dat vind ik wel. Weet u, kijk. Als ik een jointje rook in mijn achtertuin, is het geen delict. Nou, daar heeft het ook fout, want softdrugs blijft toch altijd verboden? Ik kan niet vergelijken met een jointje roken, meneer, sorry. Dat het niet mag weten, daar heeft u groot gelijk in. Ja? Maar vergelijk niet met diefstal, dat kan niet. Ja, maar, doe je niks bij altijd. Dan, ja, nou ja. Die gasten die wel shit doen, die lopen lekker fijn. Die zien ze niet. Het doet het toch zelf om je te gaan blowen, of niet? Ja, maar of zie ik dat verkeerd? Ik blow niet eens. Luister, voor de vierde of vijfde keer. Ik wist niet dat het hier niet mag. Ja, maar dan moet je, oké, dan weet je het. Je hebt iets gedaan wat je niet mag. Dus moet je niet zo raar of dan kijken dat je daar wordt gecontroleerd. Dat je het niet weet, oké. Maar als u daarna gecontroleerd wordt, dan is het toch normaal of niet? Dat vindt u niet normaal. Hij heeft een bijzondere kijk op de wereld. Ons ook nog eens verhangen. Ja. Wij hangen niet, wij wachten op de bus. Oké, nou goed, ik zie u niet eerst stappen in de eerste bus. Dus mijn eerste waarneming, ik dacht dat ik u het hangen was. Oké, nou. Maar ik zeg toch voor het hangen en het blowen. Dan heb ik het misschien bij het hangen fout, maar het blijft feit dat hier staat de blauw in de bus, ook of niet? Ja, zou ik hem overvragen? Ons met iets wat we niet weten, begrijp je? Ik heb mijn boete ook nog, man. En dat dag gebruik ik voor niks. Ten eerste, wie heeft het over een boete? Oh ja, net had je het over een boete nu. Ik zeg, weet u dat u een boete kunt krijgen voor 90 euro voor blauw in de bus, ook? Dat voel ik. Nee, dat wist ik. Oké, nou. Hé, mijn heren, het volgende wat ik altijd doe, voordat jullie gelijk van de toren blazen. Ik kijk in het systeem of hier bent aangesproken. Ik zie dat u allemaal nog nooit hier bent aangesproken, het feit. Ik zet dat nu in het systeem, dat u dat nu weet dat ik niet mag blowen op het openbaar vervoer. Dus de eerste volgende keer dat het gecontroleerd wordt, misschien door mij of mijn collega's, kunt u daar een bekeur voor krijgen. Is het toch een fair deal of is het allemaal heel raar? Want u vindt het nog steeds raar. Ik vind het überhaupt raar dat jij hier op ons af bent gekomen, dat vind ik. Oké, nou, dat mag u vinden. Ja, dat vind ik ook. Juist wat de heren gecontroleerd die aan het blowen waren in een bushokje. Gelijk om even duidelijk te zijn, dat is gewoon niet toegestaan. En dat voor de wet personenvervoer valt het onder overlast. Dus daar kun je echt daadwerkelijk wel een bekeur voor krijgen. Want vaak horen dan de discussie van, ja maar ik mag toch blowen en het is niet verboden. En voor de duidelijkheid, blowen en voor een joint of hash en dat soort zaken, het is eigenlijk allemaal verboden. Alleen het verschil is dat het wordt gedoogd. Dus er is geen actieve opsporing van de politie. En tot een bepaalde hoeveelheid krijg je geen straf, dus geen geldboete. Maar dat houdt niet in dat de politie bijvoorbeeld in alle tijd het in beslag kan nemen, bepaalde onderzoeksgronden kan doen. En ondertussen zijn er een aantal andere APV-feiten of andere wetgevers, zoals in dit geval de wet personenvervoer, die zegt dat je geen hinder of overlast mag veroorzaken. Nou, je kunt je voorstellen als daar mensen aan blowen zijn, die lucht blijft hangen en andere passagiers die daar willen daar niet meer zitten of die willen daar niet komen of het schrikt af. Nou, dan valt het allemaal over hinder en overzicht en daarom is het niet toegestaan. En ik geloof uit mijn hoofd is dat 90 euro voor de wet personenvervoer, als je daar kun je daar een bekeuring voor krijgen.